Hallo, ik ben Merlin. Welkom bij weer een nieuwe video. De video van vandaag zal gaan over het naderen en oversteken van kruispunten. Dat doen we in Vught en in Den Bosch. Dus heel veel kijkplezier. Volgen jullie ons ook al op Instagram, verkeersschool_weber. Daar maken we reels, kleine video's van 5 tot 7 seconden over allerlei onderwerpen die te maken hebben met rijles. Dat kan zijn theorieles, autorijles en eventueel motorrijles, etc. Ik zou het leuk vinden op het moment dat je je daarop ook zou abonneren. De les van vandaag was kruispunten. Hoe herken je nu een kruispunt? Als eerste is even belangrijk om ver vooruit te kijken. Waar kom ik op afgereden? Nou, een kruispunt kan je herkennen aan eventueel afrondingen van stoepranden, straatnaambordjes. Dan openingen tussen huizen, kit herkende. Misschien zit er een verkeersgeleider tussen, et cetera. Aan borden, verkeersborden. Heb je een ongelijkwaardig kruispunt, er staan er allemaal borden bij. Bordje B6 en het bordje eventueel stopbord B7. Daar kun je eigenlijk herkennen dat je op een kruispunt komt afgereden. Nou, zoals ik al zei, een kruispunt kan gelijkwaardig of ongelijkwaardig zijn. Gelijkwaardig, dan staan er helemaal geen borden, geen tekens op de weg. Bestuurders die van rechts komen, moet je voorrang verlenen. Is die ongelijkwaardig, heb je een weg die op een voorrangsweg afgereden komt. Of een voorrangskruisingssplitsing, dat zou het ook nog kunnen zijn. Er staat er altijd het bordje B6 met de punt naar beneden. Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg. Of het stopbord staat er en dan moet je ook nog eens heel daadwerkelijk helemaal stil gaan staan. En voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. Voorrang is alleen tussen bestuurders. Voetganger doet dus niet mee. Nou, denk er ook even aan de korte en de lange bocht. Heb jij bijvoorbeeld een gelijkwaardig kruispunt voor jou, dan gaat er één rechtsaf, jij gaat links. Heeft degene die tegenover jou rechts gaat, dus de kleine bocht, en wij de ruime bocht. Dus dan moet je die voor laten gaan. Denk er ook aan, kruispunten mag je nooit blokkeren. Dat geldt ook voor een fietspad, een voetgangersoversteekplaats mag er niet op staan. Je moet er voor of erna kunnen stoppen als er opstelmogelijkheid is. Je hebt ook kruispunten die heel groot zijn. Nou, op het moment dat er geen haaitanden in het midden staat, dan is er geen gelegenheid tot opstellen. Dan moet je hem één keer het kruispunt over kunnen steken. En anders mag je eventueel in het midden even wachten tussen de kruisende stromen, als die gelegenheid er is. Kruispunten heb je ook in verschillende vormen. Het kan een normaal kruispunt zijn, het kan een T-splitsing zijn, een I-splitsing kan het zijn, etc. Denk er even aan. Kruispunten, dat je ver vooruit kijkt, zodat je ook ziet, is het een druk kruispunt, is het een rustig kruispunt, is hij eenvoudig, is hij complex, heb je veel zicht of heb je weinig zicht, of heb je misschien totaal geen zicht. Heel vaak staat er nog een stopbord bij, maar je kan je voorstellen dat je een heel groot kruispunt nadert met een hele hoge heg of een groot gebouw precies op de hoek. Nou, dat zal hem in de eerste versnelling moeten zetten, want je ziet niks en dan kan je er ook niet zo overheen rijden. Geen zicht is altijd in zijn één. Heb je wel zicht, dan kun je misschien laten rollen en dan kijk je even rechtdoor links, rechtdoor rechts. Komt er niks aan, kun je hem rustig in de twee oversteken. We gaan eens even kijken hoe dat er allemaal uitziet. We zullen eerst gaan beginnen met hoe herken je nou dat kruispunt. Ik laat even een paar dingen aan jullie zien. Gaan jullie mee? Dus aan de afronding van een stoeprand kun je een zijstraat herkennen. Aan openingen tussen huizen kun je herkennen dat in een zijstraat nadert. Een straatnaambordje kun je een zijstraat herkennen. Kruispunten staan vaak ook verkeersborden, want je hebt de informatie op tijd nodig. Ook aan zo'n middengeleider kun je zien dat je een kruispunt nadert. Nou, je ziet hier het bordje B6. Daaraan kun je herkennen dat je een kruispunt nadert. Borden staan ook meestal in het begin van een zijstraat. Dus op het moment dat je veel borden ziet staan, dan weet jij ook dat je een zijstraat gaat naderen of een kruispunt. Ook haaientanden, voorrangs driehoeken op het wegdek geschilderd. Daaraan kun je een kruispunt herkennen dat een ongelijkwaardig kruispunt nadert. Als eerste zullen we even een kruispunt bekijken, gelijkwaardig. Er staan geen borden, er staan geen tekens, dus dat zullen we als allereerste even gaan doen. Naderen van gelijkwaardige kruispunten, bestuurders van rechts moet je vorm verlenen. Ik ga rechtdoor, ik kijk rechtdoor. Ik kijk naar links over de heg, moet ze me voor laten gaan. Ik kijk rechtdoor en ik kijk naar rechts en ik kan mijn weg vervolgen. Ik kijk gelijk links het zijstraatje in. Je kan alleen reageren op het moment dat je het gezien hebt. Nou, ik ga hier op het kruispunt rechtsaf. Ik heb binnenspiegel, voorrechterspiegel, rechterschouder, richting. Ik doe nacontrole. Ik citeer daarbij rechts tegen de kant voor. Ik kijk rechtdoor.
Ik kijk naar links over de geen recht door en ik vervolg mijn weg naar rechts. Nou, de voetganger die buigt af. Was hij rechtdoor gelopen, had je te maken met de rechtdoorregel. Dan had je de rechtdoorgaande voetganger voor moeten laten gaan. Ik ga zo dadelijk rechtsaf. Ik kijk binnenspiegel, voor, rechterspiegel, rechterschouder, richting. Ik doe daarbij een nakontrole. Ik sorteer voor. Ik kijk op de T-splitsing even naar links. Ik stuur naar rechts terwijl ik de straat diep in kijk. En dan gaan we zo dadelijk rechtdoor. Dan ga ik kijken. Je ziet, hij is gelijkwaardig. Ik kijk rechtdoor. Nou, geen obstakels aan de overkant. Ik kan gelijk rechtdoor. Ik kijk even naar links. Laten ze me voorgaan. Er komt niks aan. Ik kijk rechtdoor. Rustig naderen door de hoge heg. Geen bestuurders van rechts. En ik vervolg rustig mijn weg. Nou, zijstraat gelijkwaardig. Binnenspiegel. Gas los. Ik kijk rechts voor de grote bak door. Komt niks aan. Ik ga door. Rechtsaf binnen. Voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole, T-splitsing gelijkwaardig. Ik kijk even naar links over het houten balustrade heen. Ik kijk vooruit, wij hebben het obstakel. Er komt niks aan, binnen, buiten, naast. Ik vervolg rustig mijn weg. Dan ga ik rechtdoor. We hebben nu te maken met simpele kruispunten, ongelijkwaardig. Dus ik kan rustig doorrijden. Binnenspiegel, buitenspiegel, rechtsaf, binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole, ik sorteer daarbij voor tegen de kant. En dan stuur ik rustig in. Ik blijf de weg hier naar rechts volgen. Ik kijk van tevoren al diep de straat in. Dan zie je al of er voertuigen aankomen. Ik ga linksaf. Binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk rechtdoor, geen rechtdoorgaand verkeer. Maak een ruime bocht. Dan gaan we rustig door. Dan ga ik eerst voor onderweg links. Binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk rechtdoor. Over de heg naar links, rechtdoor. En ik kijk naar rechts, geen bestuurders van rechts. En ik vervolg mijn weg. Nu heb ik geen obstakels. Rijd er één door. Je kan er niet door. Wacht dan even. Laat hem gewoon gaan. Maar anders dan mag jij eigenlijk gewoon doorrijden. Links komt de zijstraat. Je ziet het aan de afronding van de stoepronde. Ik kijk er even in. Ik kan alleen reageren. Het is gezien. Hè? Binnenspiegel. Gas los. Kijk hier de Weberstraat in. Nou, geen bestuurders voor rechts. Binnenspiegel. Buitenspiegel. Ik kan gelijk in één keer door. Blijft obstakel, komt er iets aan, zou er hier nog tussen kunnen. Een fietspad, nooit blokkeren. Ik ga rechtsaf, binnen, voor, buiten, naast, richting, na controle. Uitritconstructie. Ik zorg dat ik even naar rechts stuur, kan die meneer door. Richting geef ik opnieuw aan. Niet het fietspad blokkeren. Ik kan nu in één keer door. En dan stuur ik rustig verder. En dan ga ik binnenspiegel, buitenspiegel, kijk naar de twee. Ik ga rechtsaf. Kijk, binnenspiegel, voor, rechterspiegel, rechterschouder, richting. Ik doe een nakontrole. In uitritconstructie, ik pak dit even in de eerste versnelling. Er loopt een fietspad. Denk eraan, kijk met de wielen in de rechtstand even eerst over je schouder. Moet ik geen fietsers voor hem verlenen. Je mag het niet blokkeren. Komt niks aan, ik vervolg rustig mijn weg. Dan gaan we rechtdoor. Binnenspiegel, buitenspiegel kijken. Rechtdoor kijken kan in één keer door. Ik kijk hier gelijk naar links, ik kijk rechtdoor, ik kijk naar rechts, ik rijd door. Obstakels, binnenspiegel, buitenspiegel en langs. En ik ga rustig doorrijden. En dan blijven we hier rustig rechtdoor gaan. Ik kijk gelijk links. Nou, we steken hier het kruispunt rechterover. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel, ik kijk over mijn schouder bij terugkomen. Ik kijk rechtdoor. Ik kijk hier over het heggetje naar links, ik kijk rechtdoor, ik kijk naar rechts en ik rijd rustig door. Binnenspiegel, buitenspiegel kijken, rustig gas geven. Het volgende kruispunt is een ongelijkwaardig kruispunt. Dus je komt eigenlijk op een voorrangsweg afgereden. Staat er meestal het bordje B6 met die punt naar beneden. Of eventueel staat er een stopbord. Dan moet je ook helemaal stoppen. En bij allebei geldt, verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg. Zoals ik al zei, voetgangers doen niet mee aan het voorrangsproces. We zijn bezig met naderen en oversteken van kruispunten. Op het moment dat ik vooruit kijk, zie ik het bordje met de punt naar beneden. Ik nader een voorrangsweg. Bordje B6. Bestuurders van links en rechts voor laten gaan. Kijk rechtdoor. Ik kan in één keer oversteken. Ik kijk naar links. Komt niks aan. Ik kijk rechtdoor. Ik kijk naar rechts. Ik kijk nog een keer naar links. En ik rijd rustig de kruising over. Ga ik rechtsaf. Binnenspiegel voor. Rechterspiegel. Rechterschouder. Richting. Ik doe een nakontrole.
Ik kijk even naar links op de T-splitsing. Hij is gelijkwaardig. Geen borden, geen tekens. Ik kijk diep de straat in, komt er niets aan. Denk eraan, borden staan altijd aan het begin van een kruispunt. En dan gaan we zo dadelijk rechtsaf. Binnenspiegel voor, rechterspiegel, rechterschouder. Richting aan. Dan moet je nog altijd nakontrole doen. Je kijkt in principe nog een keer. Je gaat voorsteren. Een gelijkwaardig kruispunt. Er staan geen borden, geen tekens, niets. Ik kom dan van rechts voor de bestuurders die van links komen. Ik kijk rechtdoor. Ik kijk links voor de struikjes langs. Heb de informatie eerder. En ik kijk terwijl ik rechts ga. Ik ga rechtdoor. Ik zie al, ik nader een voorrangsweg. Een voetgangersoversteekplaats, links, rechts, controleren niets. Nooit erop gaan staan, ervoor of eroverheen. Geen zicht door het gebouw. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel. Ik stop even gewoon bij de haaitanden. Ik stop, ik kijk rechtdoor. Kan ik in één keer door? Ik kijk naar links, ik kijk rechtdoor. Ik kijk naar rechts en ik rij rustig door. Binnenspiegel, buitenspiegel kijken. Doorschakelen naar de tweede versnelling. Dan blijven we hier zo dadelijk rechtdoor gaan. Dus we gaan rechtdoor. Nou, ik zie dat ik in één keer door kan rijden. Dus aan de overkant hoef ik niemand te wachten. Ik kijk even rechtdoor dus. Ik kijk hier diep de straat in naar links. Die is vrij. Ik kijk rechtdoor. Ik kijk naar rechts. En ik kan gewoon mijn weg vervolgen. Binnenspiegel, buitenspiegel kijken. Rustig doorrijden. 30 zone betekent dat de straten allemaal gelijkwaardig zijn. Denk eraan, een fietser mag je niet inhalen voor een gelijkwaardig zijstraatje. Dus gewoon er even achter blijven. Nou, binnenspiegel, gas los. Kijk diep de straat in. Er komt er één aan. Ik wacht hier even voor de voetgangersoversteekplaats. Ik geef ze de gelegenheid om weg te rijden. Kijk binnen buitenspiegel. Kijk nog een keer de straat in. En ik rij rustig door. Ook fietsers die van rechts voor komen, moet je voor laten gaan. Hè? Binnenspiegel, gas los. Kijk diep de straat in. Hier kunnen geen auto's uitkomen. Wel fietsers en bromfietsen en ook bestuurders. Links ook kijken. Je kan alleen reageren op het moment dat je het gezien hebt. Binnenspiegel, gas los. Kijk de straat in. Er komt niks aan en ik rijd door. Rechtsaf, binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Op een rotonde hoef je niet voor te sorteren. Denk eraan. Ik zie die mevrouw al naderen. Misschien wil ze oversteken. Niet, dan kan ik doorrijden. Ik kijk even naar links. Ik rij rustig door. Kijk gelijk over je schouder voor eventueel fietsers. Binnenspiegel, buitenspiegel. En ik schakel op. Ga ik rechtsaf. Binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik sorteer daarbij voor. Je wil geen fietsen tussen jou en de kant hebben. Want dan is het rechtdoor aan het verkeer. Kijk rechtdoor, links, rechtdoor en naar rechts. En ik stuur rustig hier met een korte bocht de zijstraat in. Kijk gelijk rechts. Binnenspiegel. Kijk even naar links, gas vasthouden. Hun moeten wachten voor jou, maar stel de rijdt er één door, kun je wel reageren. Dus kijk alle straten in, zowel links dan wel rechts. Doe het ook ruim op tijd, niet als je er al voorbij bent, heeft geen nut meer. Ik kijk rechtdoor, ik kijk over de struikjes heen, ik kijk binnenspiegel, gas los, rechts kijken. Ga ik vooruit kijken, ik zie dat ik straks niet rechtdoor kan. Ik kijk eerst nog even links, door de spijlen heen, ik kijk gelijk naar rechts. Nou, dan ga ik rechts en daarna links. Binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik sorteer voor. Ik zet hem even in de eerste versnelling. Het is heel kort op elkaar. Ik moet een korte bocht maken, daarna ruim. Ik kijk even naar links. Moest mijn voorrang verlenen. Ik stuur kort in. Kijk eerst rechts naar het zijstraatje. Niemand die rechtdoor gaat verkeer is. Kijken, richting. En ik rij rustig door. En ik vervolg rustig mijn weg. Binnenspiegel, buitenspiegel kijken. En rustig doorrijden. En dan blijven we rechtdoor gaan. Nou, we zien hier alweer dat we naar voorrangsweg naderen. Kijk binnenspiegel, buitenspiegel. Bestuurders van links en rechts moet ik voor laten gaan. Ik kan in één keer oversteken in principe. Ik kijk nog even naar links. Ik kijk rechtdoor. Ik kijk naar rechts. Een fietser die op het fietspad komt, moet ik voor laten gaan. Zodra ze weg is, links en rechts kijken en de weg vervolgen. Dat was een rondje rechtsom. Ik maak hem ook zo dadelijk even linksom. We beginnen met rechts. Binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk even daarbij naar links. En ik vervolg rustig mijn weg. Einde van deze weg gaan we links. Het was één richting staat uitgezonderd fietsers. Dus ik mag niet tegen de kant aan. Ik heb binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk even omdat ik terugkom naar mijn eigen weghelft. Gelijkwaardig. Nu moet ik bestuurders van rechts voorrang verlenen. Ik kijk rechtdoor. Ik kijk van tevoren. Kijk al gelijk naar links. Komt een auto aan, maar die moet mij voor laten gaan.
Ik kijk rechtdoor, ik kijk naar rechts en ik vervolg rustig mijn weg. Nou, dat is ook een oplossing. Ik kijk even naar links. Ik kijk rechtdoor, ik kijk naar rechts. Rechtdoor gaat verkeer. Ik ga linksaf, binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Alle bestuurders die rechtdoor gaan, moet ik voor laten gaan. Ook de voetganger, dus al het verkeer. Ik kijk even naar rechts en ik vervolg rustig mijn weg. Ik zie dat ik pijltjes tegemoet kom. Dat betekent eenrichtingsweg. Ik ga rechtdoor kijken. Zie ik twee borden staan. Ik zie een blauw bord staan. Een beetje met takken omgeven. Een verplichte rijrichting. En ik zie dat ik rechtdoor niet in mag rijden. Dus ik kijk binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Denk eraan dat rechtdoor gaat verkeer voorrang blijft houden. Komt niks aan. Dat is onze mazzel. Dus we kunnen gewoon hier een ruime bocht maken. En we rijden gewoon rustig door. Ga ik rechtdoor kijken. Dan zie ik daar dat ik verplicht rechtsaf moet en het is een eenrichting staat, uitgezonden bromfietsers, fietsers. Binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik ga erbij voorsorteren. Ik kijk toch eerst even naar links. Dit is dus een T-splitsing die gelijkwaardig is. Ik kijk voorbij die auto's en ik kan rechtdoor rijden. Nou, ik zie opening tussen huizen. Dus ik nader hier een straat. Binnenspiegel, buitenspiegel, gas los. Kijk rechtdoor. Kijk naar links, rechtdoor. En naar rechts, komt niks aan, kan ik doorrijden. Einde van deze weg op de T-splitsing, die gelijkwaardig is, ga ik links. Binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Bestuurders die van rechts komen, ook voorrang verlenen. Ik ga hier links en gelijk daarna rechts. Ik kijk even. En ik doe kijken, richting, nakontrole. Ik kijk toch even naar links. Hij is uitgezonderd, er kunnen fietsers aankomen. Die eventueel door kunnen rijden, wat dan niet weer mag. Nou, dan ga ik rechtdoor. Ik zie, als ik vooruit kijk, zie ik alweer tekens. Ik nader een voorrangsweg en ik moet verplicht linksaf. Dit is een uitrit. Ik kijk wel even binnenspiegel, gas los, het straatje in. Linksaf, binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Geen zicht door die hoge heg. Ik doe dat in de eerste versnelling. Ik stuur vast in. Voor het fietspad even wachten. Eerst goed kijken. Er komt niks aan. Ik kan mijn weg vervolgen. Binnenspiegel, buitenspiegel kijken en dan rijd ik rustig door. Nou, voorrangsweg. Dan mag ik dus 50. Ik ga rechtsaf. Ik kijk binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel. Zet hem in de tweede versnelling. Ik kijk even naar links. En ik stuur rustig in naar rechts. Goed opletten of er geen fietsers aankomen. Dan ga ik vooruit kijken. Dit keer zie ik dat het een gelijkwaardig kruispunt is. Er staan geen borden, geen haaitanden. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel. Ik sorteer even iets meer naar rechts voor. Ik kan in één keer rechtdoor rijden. Ik kijk even naar links, heb ik voorrang. Ik kijk naar rechts, moet ik voorrang verlenen en ik rijd door. Ik heb het obstakel. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel. En de fiets is nog ver weg, dus ik kan nog even doorrijden. Binnenspiegel, buitenspiegel, naast, terugkomen. Rustig aan, let op de zijstraat, komt niks uit. Ik kijk weer binnenspiegel, buitenspiegel, ga er voorbij. Obstakel aan mijn kant. Ik kijk even bij terugkomen, binnenspiegel, links kijken, rechts kijken. Geen bestuurders die van rechts komen. Obstakel, binnenspiegel, buitenspiegel kijken en voorbij. Hou rechte lijn. Binnenspiegel, gas los kijken, komt niks aan. Rijd rustig door. Ik kijk even naar links. Binnenspiegel, gas los, kijk, de zij staat in. Er komt niks uit en dan kan ik door. Binnen, buitenspiegel kijken. En dan gaan we linksaf. Binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Gelijkwaardig, rechtdoor maakt niet in. Komt wel iemand uit. Ik buig af. Hij heeft de korte bocht. Ik heb de ruime bocht. Ik kijk rechtdoor, links, rechtdoor. Ik kijk naar rechts en ik vervolg rustig mijn weg. Binnenspiegel, buitenspiegel, rijd ik door. Denk eraan, op het moment dat je een kruispunt nadert met geen zicht, zoals we hier hebben. Je kijkt hier links tegen het gebouw aan. We gaan rechtsaf, binnen, buiten, naast, richting, nakontrole. Sorteer zo voor dat er geen fietser tussen kan. Stop even voor het voetpad. Daarna kijk je goed en rijd je door tot net voor het fietspad. Zorg dat je zicht haalt en op het moment dat je dan ziet dat er niks aankomt, kan je je weg vervolgen. Op deze manier naar een kruispunt met geen zicht. Nou, samengevat, we hebben het even gehad hoe je een kruispunt kan herkennen. Ik heb gezegd dat je ver vooruit moet kijken, zodat je het eerder ziet en op tijd kan reageren.
Dan, hoe steek je hem over? Nou, we hebben het over gehad. Je moet hem al bijzonder voorzichtig naderen. Geen zicht is even stoppen in zijn 1. Heb je voldoende zicht, kun je rustig in de tweede versnelling naderen. Je kijkt even naar links en rechts en je rijdt dan door. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk en nuttig vond. Op het moment dat je hem leuk en nuttig vond, geef een blauw duimpje omhoog, een comment en vergeet hier niet onder te abonneren. Doei!